op stop streamen. Ik drukte op stop met livestreamen. We zijn er weer, mag ik hopen. Ik hoop dat we er weer zijn. Verkeerd knopje. Refresh. We zijn er weer. Dit is dus voor de eerste keer dat het mij ooit is gebeurd. Dat ik mijn muis zo hard naar boven deed dat het naar het andere scherm gaat van een andere computer en op stop streaming werd gedrukt. Jawel. Refresh, we back. Het spijt me, jongens, het spijt me. Maar we zijn al lang terug. We hebben echt crazy amounts hier. We hebben Henny Cummins namelijk met de 500 bits. En we hebben alsnog Amanda met de 1000 bits. Waardoor dat helemaal... Waarom lokt dat niet, joh? Dat is raar. Henny Cummins killed Lorzonix. Alex killed Henny Cummins. Train Dude killed Spooky Sessie Delft. Dat ging ook best snel. 1,5 seconden offline. Ja, ik drukte meteen gewoon weer op start streamen natuurlijk. Zo makkelijk gaat het dan ook weer. We hebben hier een black hole craziness met Amanda en iedereen hier als een soort orgie bij elkaar. Holy shit, hoe zie ik geen damage, zeg maar, bij iemand? Echt, hè? Jullie gingen allemaal perfect capoeira langs elkaar. Alhoewel capoeira is volgens mij wel elkaar raken, want dat deed Eddie Gordo altijd van Tekken. Vechten. Oh nee, capoeira is geen contact. Juist, never mind. Holy shit. Hoeveel mensen zijn er nu nog over? Er zijn nog maar 3 vermoord. Terwijl iedereen een power-up hebt. Lasers overal. Maar dit is het beste beeld. Straight Jacket killt alweer iemand. Alex VM dit keer. Shadow Asylum killt helemaal Luke. Helemaal Luke. You are out. Huh? Soms lijken die lasers zelfs te bewegen. Doriano killt gewoon Tren. Sorry, Tren. Gewoon Tren. Tren. Dat doet me denken aan die schot die Tren wil zeggen. Tren. Tren. In de Tren. Yeah. Spobot killed Tony. Tony, oh, je avond zit erop wat betreft meedoen. En je wordt gekilled door de robot. Oeh, dit is een your it, jongens. De persoon die dit pakt, iedereen target op die persoon. En dat is... Raging Link. En nu zie je dat iedereen achter Raging Link gaat. Je kan meteen weer veranderen als je zelf zou willen, manueel. Als je denkt, nee, dat wil ik niet, dan kan je meteen manueel weer je target veranderen. Maar iedereen gaat nu achter Raging Link en Toran Chesto met een grote bonkenbal denkt, ik ben er klaar mee met Raging Link. Oftewel, nu gaat iedereen weer naar iets anders. Oh, oh, maar nu is Dennis Hornstra pakt een Your It. Dat betekent dat iedereen nu getarget is op Dennis Hornstra. Dan kan je natuurlijk, once again, manueel nog veranderen, maar er is nog een Your It. En daar gaat weer iemand naartoe. Wat gebeurt er als nu iemand your it pakt? Your it. Oh, nu is iedereen weer op Rink. Ik word target op iemand. Oh, nu is iedereen op Rink. Rink heeft een your it gepakt. En Spobot killt Rutger en Rink killt Robin. Nee. Jawel. Ik wilde net op Rink targeten. Ja, maar dat hoeft toch niet, want your it was al op Rink. Iedereen die target al op Rink. Maar waarom? No. Sorry Robin, zeg Rink. Nee. Je was blijkbaar collateral damage. Dat maakt het volgens mij alleen maar erger. Maar... Ja. Spobot killt Rink. Mijn bot heeft goed jou gerevenged. Ik kan het zelf niet meer, want ik leef al lang niet meer. Nou, ik ook niet. Maar Toran Chesto met zijn grote bonkenbal killt weer Spobot Hero. Holy shit. Hier hebben we nu een laser. Oh, een laser van Dorian. Maar Dennis Hornstra killed Lucky Wiz. Dat raakte niet. Jezus, Toren. Jij bent echt huge, jongen. Stefan killed Doriano. En, wow. Hallo? Stefan killed Dennis Hornstra. Maar Amanda zegt, even niet doen. Even niet doen. Dat doen we even niet. Maar ik denk niet dat Amanda dit gaat volhouden. Want hier is Regilio. Zo! Zo! De double kill van Shadow Assass! Shadow Asylum met de double kill! Wow! Hij heeft een laser, maar hij had die laser niet eens gebruikt. Dat is pas domination. Shadow Asylum komt hier vandaag langs. Tweede kerstdag en gaat hij het laten zien. Hij heeft wel een minder groot balletje. Hij is echt zo van, ik ben een klein balletje, maar ik heb wel een gun. Ik heb wel een pipa. Hij heeft wel een pipa. Hele goede pipa. En Toran Chesto heeft dat niet. Maar die gaat ook nog steeds achter Amanda aan. Nee. Hoezo ga jij achter Amanda aan, Toran Chesto? Oeh. Hallo, Toran Chesto? Hallo? Als ik hem nu... Huh? Nou ja, die gaat gewoon alleen maar vooruit rollen dan of zo. Healing Ring.
Nou, Shadow Asylum hield zichzelf een beetje. Hij is ge... Gedespawned is dat. Of geraakt. Was hij geraakt? Nee, hij shadowed nu. Hij target shadow nu. Hij shadowed Target Asylum. Ja, yeah, holy shit. Nou, jij lijkt wel op mij vandaag, joh. Oh. Wat is dit? Dat is een gouden bonkenbal. Gouden... Oh nee, dan gaan ze in een... De fight is on. Toran Chesto en Shadow Asylum zitten hier in deze dome. De Battle Dome. Hey, lekker je mandje induiken, Tony. Leuk dat je erbij was. Dankjewel voor je gezelligheid. Wordt gewaardeerd. Nou, Toran Chesto, die lasers maken hem flink kapot. Wordt het dan gewoon Shadow Asylum? Wat gaat hij doen? Hij heeft al echt crazy moves gedaan. Maar hier lijkt het op dit moment nog niks te gaan... niks te gaan worden. Maar hij is wel nog altijd aan het taunten, hero. Wordt het Toran Chesto, die veel meer health had, hè, dan Shadow Asylum? Schuren. Oh, hij weet weg te komen. Hij weet nog weg te komen. De held is vrijwel hetzelfde. Is het laser? Is de laser dan van de power-ups? Is dat dan een ding? Ja! Shadow Asylum killed Toran Chesto. Hij is natuurlijk ook extra breed, dus dat is moeilijker te missen. Maar Shadow Asylum, na die double kill had je, om heel eerlijk te zijn, wel een klein beetje mijn respect, zeg maar. Wat een goed gevecht. Battle Dome complete en de winner is Shadow Asylum. Heel erg goed gedaan, Shadow Asylum. Dat was echt heel cool. Dat was echt heel cool te zien. Nou, hier hoeven we helemaal niet hier naartoe, dus waarom doe ik dat? Gewoon leuk, deed ik even gewoon leuk. Shadow Asylum, die wint hem, hero. En hij is de grote Battle Royale winner. En in onze GPM spreadsheet, daar kan je altijd naar kijken. Zal je dan dus voor altijd... Wauw, uitroepteken GPM gaat hem niet worden, maar uitroepteken GPM wel. Zal jij voor altijd een Battle Royale winner zijn? We kijken ook naar kills, want die worden ook bijgehouden. En Shadow Asylum, met die laatste kill had jij de 4. En Toran Chesto zou ook 4 kills hebben. Shadow Asylum had wel bijna 100 damage meer. Dat is bijna één volledige knikker. Een volledig knikkerleven aan damage extra had je. Spobot had 3 kills. Toran Chesto had 3 kills. Verder Dorian, 2 kills. Stefan, 2 kills. Dennis Hornstra ook knap 2 kills. Lucky Wiz, Amanda, Rink, Straight Jacket, Alex, Henny Kermis, Regilio, DJC en Trainhoed hadden allemaal 1 kill. En degene met de meeste schade is dan dus ook gewoon Shadow Asylum. Spobot daarachter en daarna Toran Chesto. Dus de finale fight was wel echt een beetje de verdiende, zeg maar. Dat is wel echt een beetje het verdiende gevecht geweest. Heel erg nice. Ben er weer toch maar naar huis gereden, gewoon. Precies wanneer wij afsluiten, Jasper. Oh, jij deed even, dankjewel. You got my back. Of course. Niet op de Sander en Robin navigatie. Ja, precies. Oh. Dat vroeg hij van... Ja. Wat jammer. We moeten maar een keer zo'n voicepack inspreken. Ja, leuk. Als we gaan kijken naar de winnaar van de Grand Prix of Marble Championship, dan gaan we nu naar het podium. En ik ga voor, zeg maar, wanneer ik dit allemaal ooit echt gevoel heb, ik ga alles refreshen met sound effects, met alle overlays en zo. Dan ga ik zo'n drumroll doen, zoals ik ook heb geëdit in mijn einde van Wie de Win. Leuk. Of waar ik dat ook maar deed. Maar voor dit moment doen we gewoon de reveal, tam-tam-tam. Want? De reveal, tam-tam-tam. Degene die als derde is geëindigd en dus de bronzen medaille heeft bemachtigd voor deze Grand Prix of Marble Championship is geworden... Henny Keumers. Ja, deze biertje al omhoog. Henny Keumers, jij hebt de bronzen medaille. En ik denk dat jij niet zo vaak van de baan af bent gevallen. En dat is heel knap. Op de tweede plaats. En de zilveren medaille van deze Grand Prix of Marble Championship van 26 december 2022 is geworden... Straight Jacket 010. 6 punten tussen hem en Lorzonix. In ieder geval na de winst van Lorzonix. Want Lorzonix is de dikke winnaar van deze Grand Prix of Marble Championship. Ja hoor, daar is hij dan. De winnaar, Lorzonix. En volgens mij, als wij toch even die spreadsheet erbij pakken, is dat best wel een legendarische winst van Lorzonix. Want... Lorzonix had 6. En hij komt samen met Bassie en Ajax-fan met 7 wins.
Was hij een Ajax-fan? Was hij een Ajax-fan? En dat is best wel cool, want dat kom je ook samen in het rijtje met bijvoorbeeld Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Want die hebben er ook 7. En dat is best wel legendarisch dus, Lord Sonics. Dat is een flinke. Dat is echt een flinke. Was hij een Ajax-fan? We gaan even kijken naar hoe iedereen het heeft gedaan vandaag. Dit is wat er vandaag is gebeurd. De meeste racewins hebben we hier. Of dit is wat vandaag is gebeurd. De odd one out. 6 Doriano. 16 races, 35 punten. Misschien wel het slechtst. Denk het wel. Meeste racewins vandaag. Lor Zonnix. Helemaal Luc 3. En daarna Rutger 2. Straight Jacket 2. En Henny Keumers 2. Heel erg knap. En de Henny Keumers trofee van vandaag gaat naar Godfather Ken, onze Duitser. Dat is wel even Schade Duitsland en bijna Robin. Ja. Jij had bijna de Spooky 16 Delft en die Keumers trofee. Want je kan het ook wel de Spooky 16 Delft trofee noemen. Maar ik ben wel 16e geëindigd met 8 eliminations. Dus dat is nog wel goed. Jawel, jawel. En degene die alle races mee hebben gedaan, I appreciate you. Dat is super duper lief. Dan gaan wij naar de Marbler van de Maand competitie. En hoeveel maanden heeft deze week? Andersom. Hoeveel hoeveel weken heeft deze maand? 4, toch? Ja. We beginnen hier dan. Heeft elke maand 4 weken? Nee, niet elke maand heeft 4 weken. Maar we hadden 4 zondag. Ja. En dan gaan we kijken. Dit is hoe het stond. Amanda, die had 40 punten voorsprong op Lor Zonnix. Maar Lor Zonnix heeft fucking veel punten. Ja. En misschien wel meer dan 40 punten. En daar, ik zat er ook achter, dus ik word het niet. Dus het lijkt erop. Ja, januari is dus weer met 5 zondag. Oh ja, je bedoelt Marble zondag. Ja, precies. Oh, en dat, maar dat zijn dan mijn weken, ja, zeg maar. Oké, ik snap. Dus het lijkt erop dat wij een dubbele winnaar hebben vandaag. In de vorm van Lor Zonnix met 70 punten nog. En zo zie je maar weer dat het pas tot het laatste ding gesteden was. Want ik sta zelfs bijna bovenaan, Amanda. Holy shit, Lor Zonnix heeft de dubbel. Tik hem aan, Lor Zonnix. Tik hem aan. Echt waar, zo. Holy shit. Dat is echt niet normaal. Lor Zonnix doet dat zo cool. Hij wint het laatste kampioenschap van het jaar. Hij heeft in totaal 7 races gewonnen in deze maand december. En degene die de Henny Keumers Award van deze maand heeft gewonnen, ben ik helemaal niet. Godfather Ken heeft de back-to-back elimination streak. Oh, Godfather Ken. Henny Keumers Award. Today and for this month. It's a bit Schade. Schade. Hoe noem je die dingen? Geen idee. Ik kan geen Duits. Ik kan geen Duits. De Super Henny Keumers Award gaat naar Godfather Ken. Hij heeft in december 30 keer van de baan gevlogen in 89 races. Hey, ik heb stroom. Oh, we hebben stroom. Excuses. We hadden even stroom. En dat wordt er dus wel netjes uitgefilterd. Daarom is het zo zacht. Omdat ik die Nvidia er weer tussen. En die doet dan ruisonderdrukking. Maar omdat dan mijn stem eigenlijk heel ver is in die brrr, dan hoor je het ook mij heel ver. Maar niet ineens keihard. Of in ieder geval niet vaak. Dat is amazing. Dat is echt amazing. De meeste racewins dus Lor Zonnix, Godfather Ken dus 30 eliminations. En dat is dan de laatste Grand Prix of Marbles van dit jaar. En het is onmogelijk om naar beneden te scrollen. Want we zijn pas sinds 166 begonnen. Maar willen jullie de stand van het jaar zien? Dan moeten we 52 keer, toch? Nee, want er zijn niet per se 52 zondagen. Dus dat is super moeilijk om ook überhaupt te begrijpen hoeveel. Ja, je kan wel googlen hoeveel zondagen heeft. Hoeveel zondagen had 2022? Oké.
We see us all back in 2023. Not totally, want woensdag hebben wij de Marble 500. En dan zijn we nog aan een marble racen. Maar dat is wel één race. Och, mijn goede, moet je dat helemaal... Ja, dat kan ik toch helemaal niet. Nee. Heeft iemand dat al uitgevogeld hoeveel zondagen er zijn? Want alleen dan... Ik doe met je mee. Ja, nee, ik ga dat nu niet allemaal berekenen. Maar als iemand binnen nu en... Ja. Huh? Zondag. 52 dagen. 52 zondagen? Ja, weekdagen per jaar. Dus ik dacht, nou, hoeveel zondagen? 52 dagen. 53 zondagen. Dus ze zouden technisch misschien 53 keer hebben gedaan. Dan maakt het sowieso niet uit. Dan begin ik van boven naar onder natuurlijk, want dat is makkelijker. Maar dan viewen we 1, 2, 3. Wat is er? Natuurlijk heeft een jaar ook gewoon wel zoveel zondagen, toch? Ja, maar dat kan dus wel met één verschillen. Ja, nee, dat precies. Is het irritante eraan. Oké, ik begin opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, ik laat hem zo wel even staan, is leuker. 27, 28, 90, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Jasper zei 53. Zonder, ja, daar staat 52 in de berekening van weekdagen van dit gebeuren. Oh, shit, de Marble 500 deed ik hierbij. Kijk, de Marble 500 was rond die tijd. Laten we het hierop houden dan gewoon. Ja. Dit is het gewoon. Deze Marble 500 van 2022, die komt natuurlijk woensdag. Woensdagavond. Het is gewoon 52. Ja. Ja, 52 zondagen. Dan, de meeste eliminations zijn dik... Ja, ik had het hier dus. Je kan het zo een jaartal, weekdagen per jaar. Dan kan je gewoon het jaar, 2022. En ik berekende dat en dan kan je hier zien. Het zijn wel 53 zaterdag. Wat? Ja, dat je de... De Henny Keumers trofee van dit jaar gaat naar Spooky 1611. Ja, en spobelt zelfs boven jou over het hele jaar, Henny. Hoe dan? Hoe dan? Meeste race wins, Godfather Ken. Nou, Godfather Ken, you have a win. You have won the most races by far, to be honest, in the year 2022. Holy shit, echt by far. 49 vind ik nog best wel een grote stap naar voren, zeg maar. Zeker. Man. En degene die het meeste punten bij elkaar heeft geschraapt over een heel jaar meedoen. Clear rank 1 in wins, very clear. Is ook Spooky 16L. Ik heb meer punten dan mijn robot. Trots. Wel twee races minder heeft de robot. Die heeft twee races blijkbaar gemist. Amanda, jij bent the best of the rest. Hoe voel je je daarbij? Dat is wel pochers. Maar jij hebt ook het meeste meegedaan. 1142 races heb je meegedaan dit jaar dan. Waar Godfather Ken 1016, dus de één na hoogste. En Henny Keumers heeft 1126 races meegereden. Dus die performt eigenlijk best wel slecht voor het aantal races dat hij meedoet. Rienk staat dan op 7. Lorzonix op 8. Slimme Thomas op 9. Die is blijven hangen. En Stefan op de 10e plaats. En Jasper, met 627 races ben jij wel inderdaad de eerste met minder races veel punten. Maar jij doet het ook altijd echt heel goed. Jij doet het ook altijd heel erg goed. Heel erg knap. Maar de marbler van het jaar, Spooky 1611. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal weer de winnaar. Allemaal weer de winnaar. Ja, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Daar zijn we. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Ja, inderdaad. Je hebt de weekend in Zweden gemist en zo. I know, Annie. Maar toch, zoveel races wel meegedaan, maar toch iets minder in punten. Best wel veel. 600 punten. Ten opzichte van mij. Maar ja, ik moet zeggen, de reden waarom ik wel echt op 1 sta eindelijk een keer. Want dat was vorig jaar niet zo, kan ik je zeggen.
krijgen bij Farnie. Is omdat ik ineens dit jaar 16 keer kampioen ben geworden. Figuurlijk is dat dan. Mm-hmm. Maar gewoon ineens kampioen. En dat was ik daarvoor niet. Het heeft 2,5 jaar geduurd voordat ik 1 kampioenschap had. Ja, maar geduld is een schone zaak. En ik was gewoon kampioen. Gewoon op 1 maand was ik gewoon. Dat ging ineens zo hard en zo snel. Als je die spreadsheet ook bijpakt, dat is ook de reden. De reden dat ik nu bovenaan sta, is door deze weken. Nou, 132 was de eerste keer dat ik kampioen werd. En dan ineens 162. Nou ja, volgens mij telde die net niet mee, 162. Maar ineens begon het hier. En dan begint het hier ook ineens weer. Moet je dit zien? 210, 212, 214 en 215. Ineens kwam ik eruit. En nu alweer een tijdje niet meer. Maar dat is waarom ik bovenaan sta. Door dat gebeuren. Ik heb dit jaar 0 Grand Prix wins. Ja, je bent geen enkele keer kampioen geworden. Henny Keumers geen enkele keer dit hele jaar. Dat is echt wel sad. En dan wel met zoveel punten en 37 wins en 327 keer van de baan. Met 1100, uit die 1126 races geen enkele keer de topstep voor Henny Keumers. En Straight Jacket, die had dus nu kans om kampioen te worden. 6 puntjes verschil, maar die heeft dus in 3 jaar tijd nog geen enkele keer het kampioenschap gepakt. En hij probeert het nog. Zolang je er maar van geniet. Weet je, het gaat niet om het winnen. En het is leuk dat Lars Ulrik nu zijn 7e heeft gewonnen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Dat is zout in de wonden. Wel grappig. Ja, dat was grappig bedoeld. Sorry, Straight Jacket. Dat was grappig bedoeld. Hey, Lazy Jello People, dankjewel voor het kijken naar deze livestream. Op de maandag een keer. De Grand Prix of Marbles. Once again, woensdag dan ben ik hier weer met Robin trouwens. Die is weer co-commentator. Dan zet ik een livestream aan. Ik denk rond letterlijk 5 uur 's avonds. Of misschien zelfs al 4 uur 's avonds. En die livestream staat hier dan gewoon aan. Wij staan gewoon gemute, je ziet ons niet en zo. En dan krijgen ze dus iets van 3-4 uur om ready uppen. Om uitroepteken play te typen. En dan hopen we een leuke bunch te hebben. Het liefst 60 plus man, zeg maar. En dan laten we die gewoon ronde na ronde gaan. En dan zitten wij hier gewoon te chillen. Maar ook een beetje te kijken. En gewoon over leuke dingen te praten. En dat doen we 1 keer per jaar. Zoals ook hier in 2021. Nou hoopte ik eigenlijk dat je dat weer kan resetten. Maar dat... Oh! Nee, dat kan niet. Dat die view die reset vanzelf wel wanneer de game reboot. Maar daar kwam dan 1 winnaar uit. En die wint dan de precieuze prijs. In real life bij Indy 500 moeten ze allemaal melk drinken. Zo heel veel melk in Indy 500. Echt? Ja, altijd melk. Nou, ik ga niet melk drinken hoor. Maar dat... Nee. Maar de winnaar mag dat best doen. Alleen dat is het... Dat... Hoezo, sorry? Oh, omdat ik je onderbreek. Oh nee. Mag ik zelf ook meedoen? Ja, je mag zelf wel ook meedoen en zo. Ik doe ook mee. En dan gaan we zien. En de ene keer loop jij dan weer voor. En dan na 10 rondjes is het weer helemaal gehusteld. Of soms niet. Soms is het 100 rondes dezelfde vooraan. Maar dan ineens op het laatst verandert het nog. Ja, rondjes rijden. De Marble 500 weer. Ja, elk jaar 1 keer. Dus woensdagavond. Wees erbij. Je hebt een window van ongeveer 3 uur om te joinen. En daarna is het een avondje gewoon ernaar kijken. Ik weet niet of dat effect heeft voor als je een race gaat beginnen. Oh, op woensdag begint het nieuwe seizoen. Ik weet niet of dat effect heeft voor als je een race gaat beginnen. Ik snap niet wat je daarmee bedoelt. Dat heeft sowieso geen effect voor mij. Misschien voor de mensen die meedoen of zo. Zit er geen timeout op de lobby? Nou, de vorige keer heb ik echt zo lang de inloop gedaan als dat ik wou. Ik heb toen hem letterlijk de hele dag ook aangehouden. En toen in de avond heb ik nog de stream aangedaan. Terwijl ik nog steeds in dezelfde lobby zat. Oh, tijdens de inloop begint het seizoen. Ach, jezus. Dat je alles moet rebooten. Nou, dat wordt dan mogelijk inderdaad wel een probleem. Maar dat zien we dan wel. Dankjewel voor de extra indicator. I appreciate that. 18 uur Nederlandse tijd. Ja, dan wordt de inloop misschien wat korter allemaal. En anders dan moeten we maar 300 rondes doen in plaats van 500 of zo. We komen hoe dan ook wel tot een oplossing. Kom goed. Thanks for watching naar deze livestream. I enjoyed it. Ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben. Ik hoop dat jullie nog een geweldige week hebben. 69 viewers staan er ineens. En als je gaat slapen, slaap lekker. En als jij nog niet gaat slapen, als je deze nacht nog lekker door blijft nachtuilen,
Dan nog een hele fijne nacht. En als ik je niet meer zie tot volgend jaar, dan tot volgend jaar. Dat klinkt heel ver weg, maar dat is natuurlijk niet zo ver weg. Want dat is zaterdag op zondag. En dan zondag is de Grand Prix of Marbles er gewoon weer. Net wanneer het vuurwerk allemaal is geweest. Dus thanks for watching. Tot de volgende keer. Sleep well. Move better. En druk niet op stop streamen terwijl je aan het streamen bent. Dat is de ding van de ding. Ik kan niet meer praten. Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van... Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. What? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant. Oh, je zet Piet. Wow, skip it! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Die animatie bleef! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud. Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je doorziet. What the hell? Dat gebeurt niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Huh? Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah! Wat? Huh? Wat ben ik? Ja, Rijnbouw! Het is een spel! Het is een oh. Oh shit! Wat? Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat opstoten? Oh! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Kom maar, folks, hé! Nee. Wat? Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.